Ja, goedemiddag dus allemaal. Ja, we zijn hier natuurlijk voor een reportage voor de derde uitzending inmiddels. Want we hebben er al twee gehad van onze zomereditie van TuneIn. De zon staat lekker aan de hemel. Het is een strak blauwe lucht ernaast. En het is gewoon gezellig hier op het strand. En waar we gaan uitzenden, dat is vanuit deze locatie. Beach Club Oost 3. Strandpaviljoen, een prachtig strandpaviljoen, een sfeervol strandpaviljoen inderdaad. Oh, u mag wel praten mevrouw, geen probleem. Het is gewoon gezellig inderdaad. En ondertussen zie ik ook de eerste gasten aankomen en dat is niemand minder dan, ja ja, de legendarische Rob Keeser. Vooral legendarisch. Rob, wat gezellig dat je er bent. Ja, ik denk, goh, laat ik eens even gaan kijken. Ja, spontaan ook. Ook heel spontaan, ja. Nee, ik hoorde dat jullie hier al weken zaten en het is berengezellig. En eigenlijk een oproep ook om allemaal hier naartoe te komen. Hè? Ja, zeker. Alles wel eenmaal door het weer, want het is gewoon een briesje wind, maar dat mag helemaal de pret niet drukken. Het is gewoon gezellig op het strand, een mooi weer, de zon staat aan de lucht, dat wil je nog meer. Nou ja, iedereen ligt er ook bloot bij, dus dat betekent dat het wel goed gaat. Dat gaat goed inderdaad. Laten we even naar binnen gaan, want ja, misschien even leuk om in te zoepen op de plek waar we zijn. Beach Club Oost 3, we gaan eventjes, je mag loop gerust gezellig mee op. Ja, natuurlijk. Dus je ziet ook gelijk hoe het er allemaal uitziet inderdaad. Ben je wel eens eerder hier geweest, Rob? Ja, wel eens een keer, maar niet... In deze hoedanigheid, als gast van, wat is het eigenlijk? Van Radio Beverwijk, waar je ook aanwezig bent, hè? Ja, wel, maar ja. Ik zie een camera, dus ik denk, nou... Oh, eng, hè? Heel spannend. Ja, laten we eventjes het terras oplopen. Ja, dan zie je gelijk een beetje hoe het eruit ziet. Het ziet er ook echt uit als een echt strandpaviljoen, hè? Je ziet hier bankjes met kussentjes. Je ziet mensen die gewoon heerlijk aan het genieten zijn van de zon. Half ontbloot zelfs, nou, die hebben er helemaal zin in. Dus, en ja, je ziet hier ook de bediening, ook hartstikke gezellige bediening. We hebben ook een hele aardige, vriendelijke eigenaar, Pim en Nienke van Beach Club Oost 3. En ja, die zijn ons ook te raad en te daad en voor advies. En als we hulp nodig hebben, dan kunnen we bij ze terecht. Gewoon kortom, de perfecte locatie. We gaan even naar binnen, want dan kunnen we zien hoe de opstelling is van de tafel waar je gaat zitten zometeen. Dan loop ik even voor je uit. René, jij loopt achter me langs. Zeg, als ik ergens tegenaan bots, moet je het zeggen. Ja, jij zegt daar niks. Maar dan, Tussen. Ze worden nu drie benen uitgestoken. Dan lopen we naar binnen toe. En ja, even inzoomen op de poster die we ook hebben gemaakt. Kijk, zie je hem daar staan? Tune in at the beach. Met Richard Koning zelf, René Tepas, Jos Lokkers is deze week. Hij komt vandaag terug van vakantie. Dus volgende week verwachten wij dat hij er weer gewoon is. Ja, elke zaterdag wordt het uitgezonden en de zondag daarvoor wordt het opgenomen. Tussen 1 en 4, om 4 uur, hebben we nog een prachtig optreden. Vandaag van Sander Nijbroek. Wie kent hem niet? Ken jij Sander Nijbroek? Ja, 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 ik ken hem. Goeie plaat heeft hij, hè? Goeie plek, goeie plaat, ja. Goed nummer. Die treedt vanmiddag live op, inderdaad. En dat gaan wij ook uitzenden. We gaan hem interviewen, we gaan met jou en met Frank Koning. En ik heb zelfs vernomen dat ook meneer Bonneweg nog voorbij komt. Oh, wat leuk zeg. Ja, heb je de plek weer gevonden. Ja, want we horen hem heel vaak, maar we zien hem nooit. Nee, ik heb hem toevallig een keer van de week gezien voor het eerst van mijn leven. En hoe viel het tegen? Nou, ik heb hem natuurlijk wel gezien gewoon in de studio. Ja, maar hij heeft zich nu eigenlijk openbaar getoond voor de hele wereld bijvoorbeeld. Ja, dat moet je maar durven. Want het is wel een drempel die hij moest nemen, hoor. Facebook, hè, ergens. Ja, ik weet alleen niet meer welke pagina. Dat was hier voor ons, volgens mij. Tune in. René, we hebben een eigen pagina, hè, René? Tune in Radio Beverwijk. Tune in Radio Beverwijk. Hartstikke goed. En wij gaan even naar binnen, want daar zien we ook een heel leuk spel. Ken je die nog? Uit Willem Ruijs Sterrenshow. De Spiraal. Oh, de Spiraal. Ja. Wolk spiraaltjes. Nou, deze is een beetje te groot, denk ik. Dus we lopen even naar binnen. We hebben ook, ja, je hoort ook gewoon die heerlijke zomerse muziek. Otto One, trouwens, waar zit met Hands Up. En dan gaan we naar binnen waar het allemaal gaat gebeuren. Hier zie je sowieso de bar. Heel gezellig. Het personeel staat ook al. Dag personeel, hallo! Goedemiddag! Die hebben er ook zin in. Nienke heeft er ook zin in. Ja, ja, die staat op het bord te schrijven wat we allemaal gaan beleven vandaag. Even inzoomen vanaf 1 uur Radio Beverwijk. Dag grote vriend, kleine rakker. En dan gaan we naar de tafel waar het zometeen allemaal gaat gebeuren. De interviews inderdaad. De techniek, want jij doet ook natuurlijk heel veel voor deze uitzending. Ja, en eerste indruk als je het binnen ziet, Rob? Nou, ik vind ze ook heel erg vriendelijk voor iedereen. Want als ik dit zie, Gemma van Kessel, die is vandaag jarig en die komt hier om 6 uur lekker eten. Nou, dan gaan we misschien wel even een liedje voor de zingen. Gemma van Kessel, wat willen we nog meer, hè?
met de vriendinnen. Dus dat wordt gezellig. Nou ja, wij gaan om 1 uur live van start. Dat is over een kleine 10 minuten. Ondertussen gaan wij even genieten van een drankje, een hapje. Om even geestelijk en lichamelijk voor te bereiden. En dan gaan we echt van start. De derde uitzending van Tune Into The Beach. Met Rob Keeser, Frank Koning, meneer Bonneweg en nog veel meer. Kortom, blijf genieten. Vanuit Beach Club Oost 3 in Wijk aan Zee. Tune In At The Beach. The summer is magic, is magic. Met Richard Koning, Jos Lokhorst en René Tepas. Magic, you have to imagine.